Even wel een kort lontje. Ja. Het gaat wel heel hard, meneer. Wat een kort lontje. Ja, leuk dat jullie allemaal kijken naar een nieuwe video van de Nieuwsgierige Gasten. Vandaag gaan wij een hele leuke maatschappelijke vraag beantwoorden, want er schijnt een soort van verhuftering in de maatschappij plaats te vinden. Monica Geus en Petty Bart hebben hier al over gedeeld op hun Instagram-kanalen. Ze kregen spontaan ruzie met wildvreemden op straat. En daarom denken wij, hey, hoe zit het eigenlijk met het lontje van de Nederlander? Ja, dus dat gaan wij op de proef stellen. We gaan mensen eigenlijk gewoon een klein beetje lastigvallen. En als zij geen kort lontje hebben, krijgen ze van ons een hele mooie oorkonde. Als ze wel een kort lontje hebben, krijgen ze stomp met mijn mail. Gefeliciteerd. Op basis van een aantal willekeurige niet-wetenschappelijk onderbouwde testen mogen wij van de giergasten verklaren dat jij niet beschikt over een kort lontje. Nou, ik kan me niet voorstellen dat er niemand is. Iedereen is hier blij mee. Iedereen is hier blij mee, toch? Nou, laten we het doen. Als je het over verhufteringen hebt, dan denk ik gelijk aan mensen in het verkeer. Ja. Die hebben geen lontje. Die hebben geen lontje? Nee. Denk dat we hier maar gaan stoppen. Hier zo? Ja. Helemaal hier? Helemaal hier. Dit is heel gênant. Dit is echt heel gênant. Maar wat doen we als de hufterig gedrag wordt getoond? Je bent echt wel hufterig. Oh, er wordt wel nu met een lichtsignaal. Eerst een lichtsignaal binnen. Ja? En is er komt dit er ook binnen? Ja. Ja. Weet ik veel. Ja. Je mag nu nog niks doen. Nee, ja, oké. Okay. Stil blijven. Ik heb geen idee. Wat doen we? Ja, geen idee. Ik wil geen oorkom nog niet. Oh, er staan meerdere auto's te wachten. Oh, kut. Ga je even oorkonden geven? Ja. Ja, oké, okay, geef toch een oorkonde. Nou, mijn gast blijft hangen. Dat is een beetje vervelend, dus ik durf hem niet in te... Oh, ja, even denken. Die is voor u, de oorkonde. Dat u geen kort lontje heeft en heel lief bent. En die andere vier auto's? Ja! Weg hier! We gaan even aan het wachten op die auto achterop. Die rijdt er nu aan. En dan ga ik uitstappen. Ja. Dus ik moet hier eruit. Ja. Maar ik ben iets kwijt. Ik moet het over mijn spullen pakken hoor. Ja. Pak jij even die spullen achterin. Ja. Had jij maar een portemonnee? Ja, die ligt volgens mij in die tas hier. Waar? Hier, in die tas. Wat zoek ik ook weer? Portemonnee. Oh ja. Ik denk dat jij mijn portemonnee nog steeds hebt. Nee, die ligt in de achterbak. Kun je even je zakken checken? Deze gozer heeft totaal geen aandacht. Deze gozer verdient wel een oorkonde, denk ik. Dat denk ik ook wel, ja. Als je al zo lang niet eens stoetert, gaan die oorkonden geven. Wil jullie zo geduldig hebben staan wachten, krijgen jullie een oorkonde. Je meent het! Ja, maar fantastisch. Goed, we hebben geen haast, dus jij moest wat dingen doen. Ja, ik was mijn portemonnee kwijt. Nou, ik ga mooi inlezen. Ja, heel mooi, hey, man. Heel goed. Hey, doe er wel leuk mee. Nou, die waren er blij mee. Zo, wat een chillen. Ik wil met hun chillen. Ja? Hele chillen vibes. Ja? Ja, helemaal leuk. Wat is dit? Wat staan ze hier? Optieven. Niels. Optieven. Niels, hebben we haast? Nee, we hebben geen haast. Nee! Waarom? Waarom? Chill, ouwe. Ja, nee! Dude, chill, gast. Oh, wat gaat hij zo doen? Sorry voor mijn vriend, hoor. Excuses. Niels, nee, doe je! Nee. Oh, goed. Dat is gewoon een handje helpen. Hij gaat nu even in één keer de Good Samaritan uithangen. Kijk hem hier lopen, jongen. De smiecht van Amsterdam. Nogmaals excuses voor die vriend van mij, hoor. Sorry. Stap je nu fijn, met een fijn gevoel je bed in straks? Oh, dit was weer zo'n heerlijke natiedag voor mij. Ja, hè? Ja. Ja. Holy shit. Kijk, als je een tas aan het tillen bent, ja, en je doet alsof die heel zwaar is, of hij is echt heel zwaar. Hij is heel zwaar. Ja, je ziet iemand struggelen, ja, dan ben je wel echt een hufter als je dan van een gast, ik ga voor, jullie. Ja. Jezelf voor een ander. Precies. Zetten. Oh. Wat is er? Wat is er nou?
Ja, ik maak een hele rare stap. Huh? Oh, sorry. Ik maak een hele rare stap. Hoe gaan we die anderhalf meter? Oh. Dat is niet best. Ga je aan de kant? Sorry? Jij daar, hè? Oh, waar moet ik? Oké. Okay. Ja. Oh. Gaat alweer. Het is wel een kort lontje, mevrouw. Je was not amused. Die kreeg echt van ons geen oorkonde. En nu? Nog een keer? Ja, nog een keer. Ah. Jij moet toch naar die andere kant. Ah. Wat doe jij? Ach, jongen, ik verstap me vol. Het zag er pijnlijk uit, man. Ja, dat was het ook. Wat is hele poppie. Ja. Oh. Oh ja, baby. Nee. Wat doe je? Ja? Ja? Er zit iets in, volgens mij. Er zit iets in, hè? Ja. Dit is namelijk... U krijgt een oorkonde. Ja, u bent heel lief. Dat u mij helpt. Ik heb helemaal geen last van mijn knie. Maar we zijn de hufterigheid van Nederland aan het testen. Dus, u bent heel lief. Nee, het is helemaal niks. Lief. Ja, ja, dat komt helemaal goed. Jij ook. Doei, bedankt. Ja, dankjewel. Wat doe jij? Nu poepen. Nee, gozer, ik ga vol door mijn knie. Doe je? Ah, nee, ik ga een beetje door mijn knie. Ah. Ja, dat zag je niet. Maar ik vind het heel lief hoe jij met de mensen omgaat. Dus ik wil je toch even een oorkonde geven. Gefeliciteerd. Echt? Ja. Wij van de Giergas verklaren dat je niet beschikt over een kort lontje. We stonden in de weg en dat maakte helemaal niks uit. Je vroeg hoe het ging. Dat vond ik heel lief. Oh, mooi. Dus bij deze, alsjeblieft. Er is niks aan de hand. Nee. Handel je even. Hey. Hey. Ga ze door. Die is blij. Zag je hoe blij ze was? Oké, volgende locatie. Ja. Jij hebt echt last van je knieën. Ja. Wat zit jij de hele tijd te doen, joh? Je bent koud, Martijn. Je ziet echt belachelijk uit. Nou, hebben we toch nog iets gemeen. Okay. We gaan de supermarkt in. Ja, maar er moet een momentje komen waar we heel lang gaan treuzelen. Nou, lukt het niet om met betalen. Dus wat gebeurt er, denk ik? Ik toets gewoon één keer mijn pincode verkeerd in en daarna komt het grote denkproces. Wat is mijn code ook alweer? Ik ken nog maar 3 pogingen. Nou, daar gaan we. Het spannendste moment van de dag is aangebroken. 3,20 €. Gaan we eens even kijken. Deze. Ja. Die dan juist betaald. Wacht even. Ja, dankjewel. Oh. Hey, we willen trouwens die niet. We willen maar 1 spaarrood. Ik hoef deze niet. Kan ik die terugnemen? Ik heb hier de bon. Ja, je kan hem bij de service terugnemen. Jij bent de allergrootste wilder ooit. Je had 1 taak. Je hoeft er niet af te rekenen. Wat is het eerste wat jij doet? Jongen, ik mis... Oh. Oh, sorry? Wat? Oh. Ik kom er niet door. Ja. Wat? Sorry? Oh. Je hebt wel een kort lontje. Ja. Huh? Je hebt wel een kort lontje, meneer. Maar het gaat niet zo nodig om dit... Dit gaat wel heel hard, meneer. Wat een kort lontje. Verschrikkelijk, dat soort mensen. Sorry, maar het is niet nodig om zo te reageren. Ja, nee, daarom. Maar zit ook hier, die toch. Nee. Ik die tram, die toch. Ja. Die tram, is beter voor jou. Dit is dus waar Niels het over had. Dit is de verhuftering. It's real. Hij was per ongeluk al betaald. Door die, hoe noem je dat? Automatische chip. Daarna kreeg die meneer achter ons een hartstikke kort lontje. Hij ontplofte. Ja, maar we spraken niet dezelfde taal, dat was lastig. Ja, ik wil eigenlijk nog 1 laatste poging doen. Oh god. Ik moet nog 1 oorkonde uitdelen. Oké. Okay. Kunnen wij voor jou? We hebben iets minder. Oké. Okay. Houd het weg van de bovenkant. Ja. Dat is lastig. Nee, kom.
Hoi, goeiedag. Betaal jij hem of betaal ik hem? Ik heb je gisteren al een tikje gestuurd. Oké, ik betaal wel. Hoeveel koepel? Hoeveel kost deze? Zeker maar. Nee, het klopt. Maar dan krijg je dan nog 40 cent van mij. Dan moet je even op wie betaalt wat zetten. Ja, die heb ik, maar jij doet daar niks mee. Godverdomme. Ik moet portemonnee nog weer. Oh, wacht. Ik heb hem hier op. Ja, pin alsjeblieft. Moet die eronder in, hè? Een hele schattige foto van jou. Ja, dankjewel. Ja, hier was die nog 8 maanden of zo. Dat is heel cute. Nou, dat is je nu nog steeds. Oh ja. Kijk eens. Verkeerde pin. Godverdomme, laatste poging. Als je dan nu fout hebt, dan blokkeer je. Oh mijn god, heb je hem nu geblokkeerd? Weet ik niet. Wacht even, ik doe deze even weg. Vorige week had je dit ook al. Ik denk dat ik heel even mijn vriendin moet bellen. Die weet mijn code. Ga verder met de weg. Kijk eens, deze is voor jullie. Reactie? Tranen. De oorkonde, die is omdat hij zo geduldig was. Ja. En er is de verhuftering in de samenleving gaande. Ja. En we vonden het heel tof dat hij zo rustig bleef. En geduldig bleef. Ga zo door. Alright. Doeg! Het is lastig om te zien met mondkapjes dat mensen echt blij mee zijn. Nee, je moet die emotie echt uit hun ogen halen. Ja. En bij haar zag ik het. Ja? In het begin niet. Nee, hè? Eigenlijk de hele tijd niet. The shit is real. Mensen... Ik heb het nu echt letterlijk met mijn eigen ogen kunnen zien. Ja, het is echt... Ik was sceptisch, ja. Maar this shit is real. Maar gelukkig zijn er ook nog mensen die wel lief zijn voor een ander. En laten we dat vooral koesteren in het nieuwe jaar. Vol nieuwe uitdagingen en... Minder verhuftering. Minder verhuftering. Dus draag je steentje bij. Eén goed al goed. Oh ja, en die prijsvraag. Ja, wat is dat een hersenkraker? Ja, nou, het antwoord kun je vinden op ons Instagram kanaal Giergasten. Dus volg ons even en check daar het antwoord. Wie weet ben jij de winnaar. Ja, en jij kan dan met ons gaan zuipen voor 10.000 euro. Yes. Tot volgende week. Later. Later.